Dag iedereen, vandaag zullen wij pannenkoeken bakken. Dus je hebt 4 eieren nodig, 300 gram bloem, 600 milliliter melk, 1 bakpoeder en 75 gram suiker. Dus we gaan de 4 eieren breken en 1 in potje zetten. 1. Nu moeten wij zeker niet vergeten om dit in de vuilbak te gooien. Anders gaat onze mama heel boos worden. Dus nu gaan wij 2 potjes in de pot gieten. Nu, de bedoeling is om al de ingrediënten in deze pot te steken. En dan natuurlijk roeren. En nu de bakpoeder. En nu nog de 600 gram melk. Ja. Dus nu moeten wij nu alles roeren. En nu moet je alles roeren totdat het heel zachtjes wordt. Dus nu gaan we het vuur aandoen en de pan op het vuur leggen. Daarna gaan wij een beetje boter op de pan draaien. Niet te veel. En daarna zullen wij de deeg in het vuur leggen. Draaien voordat de pannenkoek een mooie vorm heeft. En daarna op het vuur laten. Dus nu ga je wachten totdat de randen een mooie kleur hebben. Een beetje zo bruinachtig. En wanneer het goed is, ga je de rand nemen. En ga je het draaien. Nu ga je een beetje kijken of de onderkant gekookt is. Nu is het wel goed, dus je gaat hem nemen en op je bordje zetten. En zo heb je een mooie pannenkoek. Daarna, als je een tweede pannenkoek wil maken, moet je nog altijd een beetje boter rondzetten. Dat is heel belangrijk. Nu de deeg. En op het vuur laten. En zoals daarnet zullen we wachten totdat de randen bruiner worden. Nu zijn de randen al bruin genoeg, dus zal ik de pan opnemen. En daarna omdraaien. Nu zal ik het nemen en nu heb je een tweede pannenkoek.
En nu kan je oneindig veel pannenkoeken maken als je de deeg hebt. En dit zijn pas mooie pannenkoeken. En kijk eens wie de pannenkoeken wilt eten.